Het was voor Natasha Harlequin een vervelende verrassing toen ze deze lente, vlak voor opnames van Show Nieuws, een appje kreeg van haar schoonzus. Zij stuurde een fragment op uit de 2 voor 12 van die avond. Een van de vragen ging over haar optreden in de Racism Special van Vandaag een site een paar jaar geleden. Presentatrice Astrid Joosten leidde de vraag in. Ze had het over deze zwarte strafpleiter, die met open vizier in debat ging met Johan Derksen over zijn uitlatingen die als racistisch gezien werden, en zou daarmee de ster van de show geworden zijn. De vraag was dan over wie dit ging: Natasha, dus. Natasha zag het aanvankelijk als compliment, maar kreeg s'avonds gemengde gevoelens toen ze het nog een keer keek, zegt ze in NRC. Ik was geërgerd en geërgerd over mijn eigen ergernis. Waarom zegt ze nou zwarte strafpleiter? Is dat wat ik nu ineens ben? Wat doet dat ertoe? Maar, ik ben het ook. Het de accent e accent de er ook toe, zegt Natasha zelf. Want het gesprek met Johan Derksen ging over racisme en de redactie wilde per se iemand van kleur die het gesprek met hem voerde. Liefst een sporter, maar niemand wilde en toen kwamen ze als ongeveer laatste optie uit bij mij. Ze vervolgt, de mierenneuker in mij zou een rood kruisje door dat ene bijvoeglijk woord hebben gezet. O, maar ik spreek mezelf ook toe. Tas, dit is geen wereldprobleem, hè? Er is niks aan de hand. Ik ben ook niet boos. Natasja wint zich er nog steeds over op, hadden ze gezegd, vrouwelijke strafpleiter, dat zou iedereen gek gevonden hebben. En dat ben ik ook, in 2019 werd ik nog uitgeroepen tot beste vrouwelijke advocaat van het jaar. Dus wat is nou eigenlijk het probleem? Mijn man zei: Ik zou wel eens willen weten wie zo'n quizvraag nou bedenkt. Niet dat ik zo iemand op het matje zou roepen, hoor, ik ben gewoon benieuwd.